opwarming van de aarde heeft allerlei schadelijke gevolgen. En met name in de armste landen. Heel veel extreme droogte. Echt een groot gebrek aan zoet water op heel veel plekken. In 2025, wat echt super snel is, zal de helft van de wereldbevolking al te maken hebben met waterschaarste. En ook in eigen land hebben we vorig jaar nog de gevolgen van water in de vorm van overstroming in Limburg erg meegemaakt. Dus het is een groot zorgpunt. Ik maak op me eigenlijk zorgen over alle klimaatproblemen. Dus water in kluis. En voor ons komt dat makkelijk over. Zeker als je niet in de agrarische sector of zo zit. Maar ik weet dat het daar allemaal wel een probleem is. En heb ik het nog niet eens over andere landen waar het veel erger is. Gezien wat Nederland allemaal met water kan, denk ik dat dat wel verwacht wordt. Met de vreselijke oorlog in Oekraïne erbij dreigt weer een enorme voedselcrisis. Maar ook een gebrek aan water. En daarom is het cruciaal dat rijke landen zoals Nederland samenwerken om landen die echt te kampen hebben met alle gevolgen van klimaatverandering bijstaan, zodat ze toegang hebben tot water, maar ook tot betere oogsten en een menswaardig bestaan. In Nederland hebben we best veel kennis op het gebied van zowel water als voedsel. En die twee onderdelen hebben ook echt heel veel met elkaar te maken. Dus ik wil me er echt voor inzetten de komende tijd. Zeker als het gaat om de uitdaging die we in Afrika hebben. Om dat goed te adresseren en zoveel mogelijk met Nederlandse kennis en kunde daar ook een stap in de positieve zin te maken. Er zijn zoveel grote issues in de wereld. Klimaatverandering is veelomvattend en er zijn allerlei belangrijke delen die we daar samen moeten oppakken. Maar het is goed dat ook organisaties een prioriteit kiezen om stem te geven aan één van die belangen. En het is fijn dat Cimavi dat op het punt van water doet. Zoek ook vooral de verbinding met andere partners, met andere NGO's, maar ook zeker met het bedrijfsleven, met de universiteiten, om deze boodschap duidelijk te maken. Want er is gewoon wat dat betreft veel werk aan de winkel.